Wijzigingen die de Nationale Assemblée onlangs heeft aangebracht in de wet belasting toegevoegde waarde BTW worden niet ondersteund door C47. Dit in tegenstelling tot wat minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning beweert. Tijdens een vandaag belegde persconferentie heeft de vakcentrale uit de doeken gedaan dat de regering in het kader van sociaal dialoog niet heeft gesproken met de vakbonden over aanpassingen in de wet. Voorzitter Robbie Berenstein heeft dit benadrukt. Dus ik weet niet wie van de vakbeweging hij bedoelt. Maar C47, 1, we ondersteunen het totaal niet. En 2, wie van de vakbeweging heeft hem gezegd dat de vakbeweging ondersteunt? Wij hebben geen enkel contact gehad met de regering hierover in een later stadium, in een bepaalde vorm, wat u later zal horen. Maar wij zijn er totaal niet bij betrokken. Dus als jullie de minister een goede vraag willen stellen, ja, wat jullie de minister moeten vragen van wie van de vakbeweging ondersteunt dit. Ik heb een heleboel geuren en kleuren horen vertellen dat het door de vakbeweging wordt ondersteund. Wat u moet weten, wij van C47 ondersteunen dit niet. Berenstein maakte duidelijk dat de vakbeweging vanaf het begin de regering erop had gewezen dat de concepten veel technische tekortkomingen hebben. Ook de informatie naar de samenleving toe was slecht tijdens de implementatie. Volgens Berenstein heeft de regering het volk niet de juiste informatie gegeven over waarom implementatie nodig was. Het verhaal dat BTW het meest rechtvaardig belastingssysteem is, klopt niet. De armen betalen relatief veel meer BTW. En waarom komt men met het argument is rechtvaardiger? Omdat als je het belastingssysteem rechtvaardiger wil maken, dan moet je de mensen jaars op inkomen. En niet op consumptie. En door dat niet te doen, ja, althans door steeds aan te geven van BTW is rechtvaardiger, dan je tjaar sapi nou aan. Ja, en je vergeet om rijken kapitaalsgroepen op hun inkomen, ja, te laten betalen. Dat is voor ons altijd de leidraad wat BTW betreft.